fijn dat u met zoveel gekomen bent vanmorgen. Heel hartelijk welkom op deze Dorcas Vrijwilligersdag. U allemaal vrijwilligers van Dorcas, die ons werk een warm hart toedraagt. Hoe lang blijf je? Vind je dat ik weg moet gaan of zo? Nou, we hopen eigenlijk dat je tot je pensioen blijft. Dus ja, ik hecht er eigenlijk wel heel erg aan om dat niet alleen te zeggen, maar ook te beleven. En daar middelen voor te bedenken om dat gevoel te stimuleren, zodat we één beweging hebben van mensen die zeggen: wij zijn Dorcas. Waar armoede is en uitsluiting, daar gaan we aan de slag met mensen persoonlijk, gemeenschappelijk en in de samenleving, zodat zij bloeien. Je weet dat je niet genoeg hebt, je weet dat het koud wordt en je weet dat je niks hebt. En voor mensen zoals Adrian doen wij de Dorcas Voedselactie. Uiteindelijk wat we doen is we werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. En midden op die afvalbelt, waar mensen hun eten zochten, waar mensen hun behoeften deden, waar geiten aan het eten waren, zag ik een vrouw zoals mijn oma. Is dit de eerste transactie? Dan zijn dit de eerste verdiende 50 euro's namens Alice. En ik hoop dat er nog heel veel zullen volgen. Er zijn mensen die denken dat de voedselactie nu toch niet op transport gaat. Wil jij dat eens even helder maken wat ermee gebeurt? En ik hou de microfoon vast. Wij verzamelen steeds kleding, maar daarbij hebben we ook verzameld brillen, schoenen, beddengoed en mobieltjes. Gaat dat nog door of komt dat ook te vervallen? Ik vind dat wij iedereen moeten helpen, ongeacht achtergrond, religie of wat dan ook. Gewoon even bellen, even contact zoeken. En we hebben hele aardige receptionistes die ons allemaal persoonlijk kennen, die je zelf hebben doorverbinden. Dus gewoon even aan de lijn.